Goedemorgen, wij zijn aan de zijkant van Lidlens. Excuse me. In de nieuwe Prepski. En wij gaan nu onze trouwring ophalen, die zijn resized. Reducing the tomorrow morning. Oh my god. I remember that. Good morning. Oh, Louisa, yay! Neem jij tot je wettige echtgenoot. Wat is ook daarop uw antwoord? Ja, top. Ja? You, Rose Marion Costa, take Richard George Henderson to be your lawful wedded husband. I do. Sydney walks in, yes, on the ring. Who starts putting the rings on? I don't know, I actually don't know. I do. Let's go for you. Okay. Kijk, I can do this, you know. I wanted to practice this part. If I can slide it on, can I see? But I'm going to take this ring off first. Nee. Oh, no, it goes on. Sorry. An endless amount of things that can go wrong, eh, during this. What? Look at that. Even more fancy than I am. It's got so much more class than me. It looks such... Have you guys seen this yet? The pairing of these two rings? Okay, dus Rich en ik zijn aan het oefenen. Photographer is on this side. Yeah. Yep. Ting ting. And then she says, je mag elkaar kussen of... How will we do that? Well, we've got and it's photogenic. Well, we could do the bed and breakfast, three birds kiss, and the light off. Grabbing my fat roll like a naturel. I would do this. Right. Deze hand is helemaal mooi. Deze moet nog. En mijn teennagels. En mijn wenkbrauwen verven. Dus dat is het laatste puzzelstukje. Dan kan ik morgen gewoon trouwen. Ik ben eindelijk compleet, 6 dagen verder. Ja. Ja, maar kijk, heel mooi, zit nu even lekker in de olie. Heel blij met deze kleur. Ik denk dat het heel mooi staat. Dat denk ik ook wel. Ja. We gaan nu de wenkbrauwen doen, dit is voor, maar ik heb nu met potlood ingekleurd. Maar oh, wat miste ik het, hè? Ik ben klaar! Ik kan trouwen! Ik heb hier de vintage kimono hangen met het onderjurkje. Dus ik ga nu eerst naar René. Ik hou gewoon niet zo van dingen die helemaal gepland zijn. Ik wil ook elk jaar mijn verjaardag afzeggen als ik mensen heb uitgenodigd. Gewoon, ik wil gewoon dat alles goed gaat, dat iedereen zich op zijn gemak voelt en that's it. Doei! Nou, we zijn er. Mijn zus is hier ook al, die gaat ook de haren wassen. Nou, we gaan jouw trouwhaar maken. We gaan voor een beetje een 60s staart. Met hier en daar wat toupage, zodat het echt een statement staart wordt. Niet wassen? Nee. Is niet te vies? Zeker met jouw haar. Ja. Moet er een beetje kwik in komen, anders zakt het uit. Ja, het zakt heel snel uit. Ja. Oh, dit vind ik veelbelovend, René. Nou, ja, kijk, ik ga ervoor. Ze gaat er dus echt voor. Ik ga voor de vriendschap. Ik had René bedreigd dat als het niet toe veerde, dat ik er onder vriendschap zou blijven. Dat kan het wel. René heeft dus op Fashion Week een bepaalde techniek voor touberen geleerd. Ik ga het nu laten zien. Eerst de volledige lengte, even licht. Dan diep. Aanduwen. Diep aanduwen
en dan weer terug. Zie je, er gebeurt wel alles. Ik vind het heel fascinerend. En toupage is eigenlijk een beetje je fundament voor je look. Dus ja, je kan het niet veel genoeg doen, want je kan het allemaal weer helemaal glad borstelen. Maar als je het niet genoeg hebt gedaan en je hebt meer nodig en je zit al in je styling, ja, dan heb je een probleem. Ja. Ik had het niet moeten communiceren. Ik zit hier toch. Ja. Kijk, hij moet ook niet zo, hè. Hij moet een beetje naar achter doorlopen. Mm-hmm. Wil jij een slag in je stijl of vind je hem juist gewoon glad stijl? Glad. Ja. Jongens, dit is zo mooi geworden. De kleur komt er ook helemaal goed uit. Ja, ik ben hier heel blij mee. Ik zei tegen René, heel clean. Uit mijn gezicht, wat ik altijd mooi vind. En door het silhouet, dus heel feestelijk. Ja, ik ben heel blij. Dit is nu eigenlijk valt al heel lastig te stoppen. Ja, dankjewel, hè. Iets van jou? Nee, wil je die niet helpen? Dat er ook elkaar in is. Oh, maar bij jou, je weet nooit wat er moet staan. Dit is je laatste vrijgezelle elastiekje. Zo. Nou, dat hebben we gehad. Ga ik nu de corsages ophalen en dan ga ik naar het Hoxton. Kijk, je ziet gewoon aan alles dat het in een oud gebouw is, maar dan helemaal fashion. Die kleuren. Echt een heel leuk cadeau van vrienden van Richie. Alle meubels zijn even mooi. Dus dit is een hele mooie plek. En dit is natuurlijk het beste. De Canal View. Dat is wel heel leuk op de eerste verdieping. En ik loop helemaal op schema, dus het begint nu al wel last van me af te vallen. Ik zei vanochtend tegen René, mijn zus, van mij hoeft dit allemaal niet. Maar dit haar is rainproof, dus als het gaat regenen ben ik niet het bokje. We are thrilled and honored that you've chosen to spend such a wonderful special time here with us. Check the fridge. Oh, nou. Ik vind dit nu echt een huwelijk hoor. Kijk, dit zijn de corsages. En super cute. Ze hebben dus ook eentje voor Sydney gemaakt. Een heel kleintje. Like, ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me. Kijk even wat zij mee heeft genomen. Ja, is dit normaal? Ja, dit is normaal. Oh, dit is normaal. Vind ik wel een heel mooi ding. Ja, toch? Ja, oh kijk, alles hangt er ook. Kijk, de hamer. Oh, wat goed. Helemaal. Het is altijd maar weer afwachten waar je komt. Waar je moet zitten, ja. Nou, kijk eens wat een lekkere profi setting. Eigenlijk gaat het me alleen om die eyeliner. Dat vind ik dus heel mooi. Wij hebben een plan. Eva komt met een heel mooi plan. Eyeliner, een paar wimpertjes erbij. Veel dit mooi verzorgd. Gewoon gecoverd, fris. Ja. Sticky can get high with me. That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? Oh, dit wil ik wel even op beeld. Ja, dat snap ik. That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bed, right? That's a deal, right? Oh, wat is dit mooi, hè? Fijn, hè? Oh, wat is dit egaal? Ja. Oh, perfect. Wat? Ja, want kijk, op beeld valt make-up altijd een beetje weg. Ja. Lijkt nu op beeld nog minder, terwijl het echt is het een statement eyeliner. Maar kijk die huid zo met die airbrush. Ik vind het helemaal geweldig. Dankjewel, ik ben er heel erg blij mee. Ja, alsjeblieft. Right, that's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Hey, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my elimination. Gotta go to Google for the information. Kijk, mijn wichtgister. Wat heb je daar? Oeh, pas op. Hou je vast. Heeft de afstandsbediening alweer gevonden? Mm-hmm. Richie is er. Richie is ironing his shirt. Mooi. Short. My quarter brooks. Kijk, dit wichtje. Sydney, waarom ben je zo mooi aangekleed? Heb je een feestje of zo? Mooi. We'll be down in what, 5? Ja.
You look beautiful, Richie. You look very festive. Shall I put your corsage on already? Oh yeah. There is a bit. This is how you look. You like it? It's quite intense, isn't it? Yeah, it is. It's taking over the whole look. What look? All I see is flowers. Yeah, that's cool. And I've got my handkerchief for mum and dad. Oh, good, smart. Kijk. You like my outfit? It's beautiful, babe. Yeah? It's so nice. Not that I'm overdressed over you, eh? No. Still very modest. Sticky. Okay, this is the eye look. Prachtig, schat. Look at this. But I wear my flats now till I'm at the gemeentehuis, hè? Ja. Hey, mooi. Ja, joh. Ja, heel mooi. Je ziet er heel fashionable uit, maar ik had het al gehoord. Nee, je ziet er heel fashionable uit. Die kan ik even doen? Ja, het is Suzy. Welkom. Ja, dat is awesome. Mijn moeder is er dus. Kijk hoe mooi. En mijn paps ook. Doei. Hoi. Ja, die kleine Sydney die slaapt hier lekker. Dit zijn de getuigen van Richie. Richie hebben jullie gezien. Mijn zus. Jullie mogen wel heel even op de vlog, toch? Ja. Voor uitzondering. Ja. Dus we zijn compleet, we staan nu hier een drankje te doen. Ik heb toch maar de corsage. Ja, dit is. Weet je dat? Something old, something new, something bored, yeah. Something. Heb ik allemaal. Kijk, okay. Deze. Ja, blue. En die kimono is borrowed, want die moest ik huren. Yeah. Nou, en deze ring is nieuw, maar mijn trouwring is old. Hey there, yeah. De ouders van Richie zijn speciaal opgestaan, want het is daar midden in de nacht. Maar kijk wat ze hele lekkere koekjes, een foto van Sydney, champagne en helemaal opgetut. I like your outfits a lot and the setting on the table. Yeah. Beautiful. So great that we can have you part of the wedding even though you're so far away. Yeah. Well, only 24 hours, so it's not that far. And they're dressed up. Dad, are you wearing a tie? Yeah. But Dad's wearing a tie. Yeah, they're dressed up nice. Oh, nice. Yeah. Mum, what are you wearing, Mum? You say yes many, many, many times. This is going to be a very special one. Here we go. Richard George Henderson. Will you take Rosmarijn Koster as your lovely wedded wife? And do you promise to observe faithfully all the duties imposed by Lorna Merritt Stavers? What is your answer? I surely will. Rosmarijn Koster. Will you take Richard George Henderson as your lovely wedded husband? And do you promise to observe faithfully all the duties imposed by law on my status? What is your answer? I do. I then pronounce as a register of the District of Amsterdam your husband and wife. Another one like your mother's book. Yes, in the way. Hoera! Hands in the air! Hoera! Hands in the air! It is very dusty. Getrouwd, gefeliciteerd jongens! Dutch Courage op de CD.
gaan een drankje doen. Heerlijk cocktailtje. Heel mooi cocktailtje. Heel mooi cocktailtje. En Richie gaat nu even een speech geven. Married. What's up, wifey? Ja. Alles kid. You look so beautiful. Oh, thank you too. Now's the perfect time to... Can you hear me up the back there? Yeah. I'm only going to read parts of it because I wrote points to try and remember it all. And we were going to take turns, but Rose would just like me to go for it. Yeah, I prepared something, but I think it's better for this setting that Richie does. Chicken. Rose has chickened out, so I'm going to do the speeches. Dank je wel, mijn liefde, mijn waarliefde, mijn leukste, mijn knappe, my best friend, mijn vrouw, mijn wifey, mijn moppie. Here's where I wrote some Dutch, so bear with me, guys. Ik heb lang gewacht om je te ontmoeten. Ik heb ver gereisd om je te vinden. Er was alleen je lach en energie voor nodig om voor je te walen. Van haar met heel mijn hart. Ah. Yeah. Without babbling on too much more, I would like to propose a toast. And so I'd like to. This toast is to not settling for less, and to Rose's Tinder profile, which said Alice of Nix, which is all or nothing. Cheers. You like being married to me? Yeah, it's pretty good so far. Het gaat heel goed met Sydney. Die is bij mijn zus aan het logeren. We gaan nu koffie bestellen. Just had... Shut up. Just shut up. You had me at hello. Oh, baby, you got what I need. Your hands are beautiful, your eyes are too. And when we drink beer... We gaan nu een verkering filmen. Nog één ding voordat ik ga afsluiten. Mijn haar zit nu zoals ik het liefst wil. Dat al die toupage erin zit. Kijk. Dit wil ik dus eigenlijk elke dag. Bovenal hier al volume. Ah, en dan ga ik lekker deze vlog denk ik afsluiten. Dit is gewoon een leuk trouwvlogje geworden. Doei!